uittocht heeft weer plaatsgevonden. Het is dinsdag. Dat is het 16, 17 augustus, september 2012. Nieuwe luchthaven van Kastel-Kallen. En halverwege september 2012. Uiteindelijk moeten de eerste vliegtuigen landen in april 2013. De eerste tickets zijn al verkocht. Voor de mensen die erop kicken om de eerste te zijn die vertrekken van de luchthaven Kastel-Kallen. Nu nog 20 dumpers ongeveer. Achter de silo's van een betonfabriek die hier is opgebouwd. Wij zijn hier bezig met schachten te plaatsen, buizen te leggen. Vetafscheiders of fecaliën, tanks, bijzondere constructies. Het grondsoort is steen, kleine stenen, grote stenen, steenachtig. En dit is een, nou ja, het is een redelijk putje. Hij is geloof ik 3,5 meter diep. Er komt zo meteen een 100 tonnen telekraan om het boeltje te gaan plaatsen. En nog even de ton onderaan brengen. We staan hier op het terrein van de luchthavenbrandweer die daar het gebouw heeft. We zien hier allemaal fundatie. De poeren gestort zijn ze mee bezig nog voor de lichtmasten. Daar staat er al eentje al klaar. Verderop. Het is hier één weerwar van infra wat de grond in moet. Wat elkaar kruist. Mijn kraantje. De 426. De CAP 329. Van Bouwmachine Hofman. Dat is mijn directeur, Peter. De grote baas van, voor mij in ieder geval. Zeer ervaren grondwerker. Als ik er zo 100 had voor in Nederland, dan liep ik binnen. Dat zijn allemaal harde werkers, met heel veel ervaring. Zeer gedisciplineerd. Nou, hier ook weer zo'n poertje voor een lichtmast. Een beetje een wonderlijk beeld, want het hele terrein moet nog opgehoogd worden hier zo. Niveaus zijn er nog niet helemaal. Maar we kruisen hier van alles. Elektraschachten. We hebben ook kilometers van aangebracht hier. Grote schachten daar in de verte voor vet- en olieafscheiding. Ja, het is één grote weerwar. Daar hebben we het terminaalgebouw, oftewel aan een vertrekhal. Verkeersleidingstoren. Ja, daarachter zijn dan de landingsbanen, uitrolbanen, taxibanen, etc. Het ziet eruit als een grauwe dag, maar ik heb het idee dat vandaag een prima temperatuurtje wordt en dan ook wel weer een zonnetje. Helemaal goed.